Het kan niet anders dan dat Matthijs van Nieuwkerk zich zwaar verraden voelt door Euskan Akjol. Tot nu toe nam de presentator van Sterren op het Doek het stevast op voor zijn ex-boezemvriend, maar dat is nu voorgoed voorbij. Hij deed bij Vandaag een Site al een voorzetje, maar in de talkshow Humberto maakt hij het nu af. Er is beeldmateriaal. Humberto Tan vraagt aan Euskan of hij niet twijfelde aan zijn vernietigende uitspraken in Vandaag een Site, waar hij Matthijs publiekelijk de rug toekeerde. Twijfelde je om je zo te uiten omdat het je vriend is juist. Daarop antwoordt Euskan: "Ja, en omdat je dan weet dat er weer een nasleep komt. Je wil niet de indruk wekken dat je hem zeg maar helemaal in de steek laat in de zin van zoek het nu maar uit. Ook als een vriend slechte dingen doet, moet je hem blijven steunen en moet je kunnen praten, maar je kunt niet volhouden dat daar helemaal niets is gebeurd." Euskan dacht lange tijd dat Matthijs alleen af en toe een beetje had geschreeuwd. Het ging voor het rapport een beetje die kant op van dat het alleen stemverheffingen waren, maar ja, ik heb de afgelopen weken wat oud redacteuren gesproken met hun persoonlijke verhalen en ook wat kunnen zien waardoor. Humberto, hoe bedoel je wat kunnen zien? Euscan Nou ja, er is ook materiaal. Er is ook beeldmateriaal van. Humberto schrikt ervan. Wat voor beeldmateriaal? Euscan Nou, jij repeteert hier denk ik ook. Die repetities worden ook opgenomen. Ik weet niet of je dat weet, dus gedraag je tijdens de repetitie. Humberto, je kunt alle repetities van mij opvragen van de afgelopen twintig jaar en je gaat niks vinden, hahaha. Euskan, er is wel beeld dat je inderdaad ziet dat het er niet zo gezellig aan toe gaat. Humberto, je hebt het gezien? Euskan beaamt dat hij heeft gezien hoe walgelijk Matthijs zich gedroeg op de studiovloer. Ja, niet fysiek geweld hoor, maar wel de woorden die er zijn en hoe er met elkaar wordt omgegaan. Ja, toen dacht ik wel, deze kant van jou ken ik ook niet zo goed, dus ik weet ook niet precies wie ik nu verdedig eigenlijk. Daar gaat het over. Deze kant van Matthijs was niet bekend bij Euskan. Je hebt een vriendschappelijke relatie en dan ben je altijd leuk met elkaar. Hij is professioneel bezig in zijn eigen omgeving, ik ook, maar ik weet niet hoe dat eruit ziet bij hem. Vandaar dat ik zei, ik kan niet nu blind achter hem gaan staan. Hebben de twee elkaar al gesproken over dit vriendschappelijk verraad? Na deze uitspraak niet, want hij is naar Parijs gegaan om juist weg te blijven van dit soort prikkels. Ik ga hem volgende week wel even bellen, ja, om te vragen hoe het met hem gaat. Inhoudelijk kan ik niets meer doen. Jullie hebben allemaal gezien hoe sterk dit leeft in de mediawereld.